Pop in Limburg is de provinciale popkoepel van de provincie Limburg. We hebben een steun- en adviesfunctie. We verbinden organisaties, opleidingen, podia en muzikanten en stimuleren daarmee samenwerkingen binnen de popsector. We ontwikkelen en organiseren verschillende activiteiten. Daarmee dragen we bij aan het professionaliseren van de Limburgse popsector en onze muzikanten. Je kunt bij ons terecht voor advies of je kunt deelnemen aan onze cursussen of talentontwikkelingsprojecten. In deze video lichten we een paar van onze activiteiten toe. Neem bijvoorbeeld Popsport. Dat is het landelijke coachingprogramma voor jonge muzikanten. Ze krijgen dan coaching op maat van professionals uit de muziekbusiness, met de mogelijkheid om van het provinciale traject door te stromen naar een landelijk natraject. Gedurende het jaar worden er workshops georganiseerd door de hele provincie. Elke workshop heeft een eigen thema en per workshop worden er minimaal 3 professionals uit de muziekindustrie voor in het panel uitgenodigd. Wisselende thema's komen aan bod, zoals: hoe kom ik aan optredens? Op welke manier bereik ik muziekliefhebbers online? Hoe kan ik mijn album distribueren? En hoe werken eigenlijk streamingsdiensten? Onze panelleden delen hun ervaring en kennis. En voor deelnemers is het dé perfecte gelegenheid om hun netwerk uit te breiden en kennis op te doen. Ben je op zoek naar financiering van je project? We organiseren tijdens Music & Business ook een intensieve cursus subsidie- en fondswerving. En organiseren speeddates met medewerkers van diverse grote en kleine fondsen. Divers richt zich juist op de regionale popsector. Muziekprofessionals en organisaties uit de regio komen dan samen om te netwerken bij de conferentie. Aansluitend is er ook een festival, een beetje zoals Noorderslag, met artiesten uit Nederland, Duitsland en België. De Limburgse Popprijs is een jaarlijks terugkerende award die wordt uitgereikt aan de Limburgse act en Limburgse organisatie die dat jaar de meest significante bijdrage hebben geleverd aan de Limburgse popmuziek. Vanuit suggestielijsten uit het popveld buigt de commissie zich over mogelijke kandidaten en nomineren voor elke categorie 3 acts en organisaties. Hieruit hebben zij de winnaars gekozen. Met deze popprijscategorie wil Pop in Limburg de aandacht vestigen op de ontwikkelingen in de sector. En zo bijzondere evenementen, projecten en organisaties zichtbaar maken en waardering voor hen uitspreken. Tijdens de coronacrisis is de online talkshow het voorprogramma van Pop in Limburg ontstaan. Het voorprogramma is en biedt een platform voor de actieve popsector, zoals muzikanten, organisaties en stichtingen, om te laten zien welke activiteiten zij momenteel verrichten en die activiteiten ook kenbaar te maken aan het popveld. Pop in Limburg biedt makers, organisaties en bedrijven in financiële ondersteuning met verschillende subsidieregelingen. De makersregeling is bedoeld voor popmuzikanten die professioneel in de muzieksector opereren en planmatig hun carrièrepad vormgeven. De programmeringsregeling stimuleert het programmeren van live popmuziek en zorgt voor podiumkansen voor live muzikanten en bands. De impulsregeling zorgt ervoor dat projecten die gericht zijn op talentontwikkeling, die een innovatief karakter hebben en waarbij samenwerking met de omgeving en andere popmuziekorganisaties een belangrijke rol speelt, gerealiseerd kunnen worden. De samen door subsidieregeling popmuziek zorgt voor de verbinding tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie door het realiseren van een samenwerking tussen een poporganisatie en een school. Pop in Limburg is de provinciale popkoepel voor popmuziek in Limburg en wordt ondersteund door de provincie Limburg en het Prins Bernhard Cultuurfonds.